Deventernaar Metta van Beek is 100 geworden. Speciaal voor haar verjaardag werd er een feestje georganiseerd, waar ook loco-burgemeester Liesbeth Grijze Metta toesprak. Het feestje had Metta niet zien aankomen. Nee, het was zo overweldigend. Het is zo ontroerend. Het is een mooi cadeau. Ja. En allerlei andere dingen. Heel bijzonder, heel bijzonder. Ik weet niet hoe mensen daarvoor kan bedanken. Maar het is wel een onvergetelijke dag. Dubbel hoor. Er zijn ook twee nullen, hè? 1 en 2 nullen. Onvergetelijk, onvergetelijk. Hans Veldwachter organiseerde het feestje voor Metta. Omdat hij haar een prachtig mens vindt vanwege haar uitspraken. Je hebt het misschien net weer gehoord toen jij met haar bezig was. Ja. Dat venijn, wat zit erin, hè? Die voedsel, hè? Voedselbank gebeuren. Ja. Soms kan ze heel fel zijn. Maar heel goed fel. En dan gaat ze even nadenken en dan komt alles in dat brein. Ze zegt wel eens, mijn lichaam is een wrak, maar mijn verstand is prima. Ja, ik wist dat het een feestje zou worden georganiseerd. Maar ik mocht niks weten. En nou ja, ik heb dat gewoon overgelaten. Want ik denk, nou, het zijn mensen van Hans Veldwachter. Ja. Nou, die weet wel van feestjes houden, hoor. Want die doet al 13 jaar doet die altijd leuke activiteiten. Metta van Beek werd in 1973 de eerste ombudsvrouw in Nederland. Dolomina die wilde toen mensen, iemand hebben die over emancipatie, een vrouw kon praten. Op een avond van, ja, ik weet niet, heb ik gesproken. En toen vroegen ze dan naar mij of ik ombudsvrouw wilde worden. Ik was gewoon een gewone burger. En toen zeiden ze, ja, je doopzeel wordt wel gelicht. Ik denk, ja, wat heb ik dan al? Zo'n leuk doopzeel, zo'n vrolijke jeugd heb ik ook niet gehad. Daar praat ik liever niet over. Dus dat was wel een grote aarzeling. Uiteindelijk heb ik toen wel ja gezegd. Voor haar verjaardag kreeg Metta een webbox cadeau. De webbox is een luisterapparaat en dat heeft een programma informatief en ontspanning. En dat wordt geregeld bijgesteld. Hans Veldwachter heeft genoten van het feest voor Metta. En ik hoop dat de rest ook genoten heeft. En vooral met dat draaiorgel erbij, de Rembrandt uit Terwolde. En met Amsterdamse liedjes, hè. Je zag haar beneden komen, ik weet niet of je toen al was. Ze bewoog zich meteen al in die rolstoel. Fantastisch.